Jasper, allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goh, was er wel weer het avondje? Dit was zeker weer een avondje. Ik heb me hard in mijn keel gezeten. Achteraf gezien is dit wel een mooi scenario, toch? Ja, met, uiteraard met deze uitslag wel. Ja. We stonden in het begin, kwamen we 1-0 achter. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Nou ja, het moment vanaf het, na de eerste 5 of 10 minuten was wel echt voor Spakenburg. Hadden we het lastig en krijgen we inderdaad die goal tegen. Waarbij ik wel moet zeggen dat het natuurlijk, kijk, het is nu niet dodelijk gebleken achteraf, gelukkig. Maar ja, het is natuurlijk schandalig dat die wordt goedgekeurd. Want Joey wordt gewoon omvergelopen in de as. Volgens mij stond scheidsrechter er bovenop. Dus ja, dat kan ik dan niet begrijpen. Dat is ook wel een rare vraag, een rare opening voor mij om over die 1-0 te beginnen die we tegenkrijgen. Nou ja, zo'n wedstrijd als deze. Ja, ik bedoel, voor hetzelfde geld is het beslissend. Achteraf gelukkig niet. Dat bleef lang 1-0 ook. Rug rechten. En vond ik eigenlijk dat we, zeker aan de bal, dat we het behoorlijk deden. Af en toe in de omschakeling hadden we het wat lastiger. Maar dat weet je. Ik bedoel, Spakenburg is ook geen onaardig ploegje natuurlijk. Dus je weet dat ze er af en toe eens uitkomen. En dan blijf je volhouden en dan zie je de wissels, hoe die erin komen en hoe die in de energie meegaan in de wedstrijd. En dat we tot het laatst aan toe vertrouwen hebben. En dan zie je, dan betaalt het zich uit. En dan pak je zelfs een 2-1 voorsprong. Voor tijd. En dan denk je, nou, we trekken hem over de streep. En dan wordt het nog 2-2. Hoe voelt dat dan, zo'n 2-2? Dat is natuurlijk wel echt heel zuur. Aan de ene kant baal je dan als een stekker, maar aan de andere kant heb je daar weer geen tijd voor. Want je weet, het is beker en verder. Je moet door en dan komt gewoon een verlenging aan. En ik vond ons gewoon de betere ploeg en het meer verdienen. Nou ja, dan zijn we uiteindelijk, hebben we weer gezegd, oké, weet je, ze bekijken het allemaal maar. We gaan gewoon voetballen en de druk vooruit proberen te houden. En dan moet uiteindelijk degene winnen die het meest verdient. En dat was het gelukkig. Je zei het zelf al, de wissels pakten goed uit. Robin Schulte, 2 goals. Ja, echt van genoten hoe die jongen inviel. Maar ook Paul, weet je, die er verplicht in moest. Moesten we doen vanwege wat fysieke klachten. En ik vond Koot ook goed invallen. Allemaal eigenlijk, ja zeker. Ze vielen allemaal echt perfect in. En zo zie je maar hoe belangrijk het is dat je een sterke bank hebt. Want het maakt ons gewoon niet minder. Ja.